Maar voor je kenteken, daar krijg ik gewoon een waarschuwing voor, want die moet deugdelijk bevestigd zijn. En ik geef verder ook de formulier mee. Nou, ik denk dat hij binnen 14 dagen eventjes bij het politiebureau moet komen. Aantonen dat hij vandaag verzekerd is. Ja. Is dat niet het geval, dan krijg je daar alsnog een bekeuring voor. Artikel 34-1. Ja. Dan moet je bij je verzekeringsmaatschappij aanvragen. Okay. Op het moment dat jij vandaag verzekerd bent, zijn ze verplicht om jou dat formulier binnen 14 dagen te geven. En dan moet jij vervolgens overhandigen. Maar. Een groene kaart is niet voldoende. Je moet echt een artikel 34-1 hebben. 34-1, oké. Okay. Ja? Ja, neem ik mee. Mag je dan verder gaan lopen? Dan is het wel fijne handen. Deze bestuurder krijgt 2 weken de tijd om aan te tonen dat zijn bromfiets is verzekerd. De bekeuring voor de ontbrekende helm bedraagt €70. Als je een vrachtje wil vervoeren, maar je auto heeft geen vaste trekhaak, dan is een demontabel exemplaar een goed alternatief. Waar je alleen wel op moet letten, is dat de constructie niet het zicht op je kenteken ontneemt, want dan riskeer je een fikse boete. Deze dame is vergeten om haar trekhaak los te koppelen en dan vind je vanzelf de Gelderse surveillant op je pad, zoals je ziet in Arnhem op de burgemeester Matsersingel. Surveillanten Peter en Marcel komen een Ford Fiesta tegen waar het een en ander aan mankeert. Een trekhaak voor de kentekenplaat, waardoor die niet goed leesbaar is. Is dat niet helemaal tafel? Ja, dat is een. En gelukkig maar, want anders had deze dame een nog veel groter probleem. Goedemiddag. Je moet niet schrikken van ons, hoor. Ja, ik denk het. Het valt allemaal wel mee. Peter Metselaar van de videosurveillance Gelderland Midden. Dank je. Heb jij rijbewijs bij je? Uit, hoor. Ja, dat mag. Dan kun je beter blijven zitten. Hoor. Ik denk politie. Oeh. Ze moeten trillen. Dank je wel. Hij is nog heel vers, of niet? Ja. Ja, 2011. Ja. Hey, feit, waarom wil je aan de kant zetten? Kom eens mee. Kijk naar je kentekenplaat. Oh, je kan het natuurlijk niet zien. Nee. Daar heb ik helemaal niet op nagedacht. Die ene letter, ja, jij weet wat het is. Ja. Ja. Maar voor de andere is het niet leesbaar. Nee, inderdaad. Heel stom. Dat is een overtreding, maar je hebt een demontabele trekhaak. Ja, ik kan hem gewoon afhalen. Als je hem er nu afvalt, scheelt het je mijn keuring. Nou, heel graag. Als jullie weten wat erop moet. Weet jij dat niet? Ik heb bij mijn vriendje naar de IKEA gereden. Daar heb ik een poedelbak gehuurd. Ja. En daar heb ik aan iemand gevraagd of ze maar op willen zetten. En het is een kliksysteem. Maar ik dacht echt wel doorlopen. Hier dan? Is dit nog aan de hand? Zal eens kijken of je het in een gebruiksaanwijzing staat. Ja, dat is zo makkelijk bij. Oh, wacht even. Ik ben nu iets verder. Jop. Nou, super. Sorry. Dat scheelt je een hoop geld. Ja, ik ben nu heel erg dankbaar. Ja, dat is altijd zonde. Oh, super. Ja? Vergeet de volgende keer niet weer. Nee, zeker. Ja? Hey, fijne dag. Oké, okay, ik zal. Hoi. Deze dame komt er vanaf met een waarschuwing en geen boete van €100. We gaan terug naar de regio Brabant Zuidoost in Eindhoven op de Noord-Brabantlaan. Surveillanten Jos en Johan zitten achter de bestuurder van een Yamaha Fazer met Belgische nummerplaat. Het lijkt erop dat de man zijn kinbandje los heeft zitten en hij draagt geen beschermende kleding. De agenten besluiten de motorrijder te volgen om te kijken wat hij allemaal in petto heeft. Dan moet hij even rechtsaf. En met dit geslinger blijft het gissen, want de man slaat uiteindelijk linksaf en heeft zijn bestemming blijkbaar bereikt. En dat kinbandje blijkt al met al toch goed bevestigd. Toch spreekt u als de bestuurder aan. Ik ga namens uit Oost. Hoi. Ik heb graag geen kentekenbewijs nu gezien. Ik kan nog een puntje erop. Ja. Die zijn gewoon een film, dus die doen gewoon zijn werk. Ja, dat weet ik wel. Ja, dat zijn gewoon een openbare weg. Dus, dus wij doen even zaken en een probleem. Kunnen we graag geen kentekenbewijs nu? Heeft u niet bij? Nee. Oké, dat is vervelend. Ja, dat weet ik wel. Hè. Er is een identiteitsbewijs bij. Ja. Mijn leven zien. Ja. Oké. Okay. En u bent wel in bezit van de rijbewijs? Ja, ja, ja. U valt op. Nog allemaal. Een korte mouwen. Ja. Een grote rijen. Volle handschoenen. Ja. Kom ik in beschermende kleding? Ik heb ze wel bij. Ik heb het een rollen. Ik heb ze een bakkerspoeltje waar ik een poortje op een rijen. Dus. En heeft u die kleding hierbij? Ja, ik heb ze thuis. Oh, dat wou ik zeggen. U zegt van ik heb ze bij. Ja, ik heb ze wel. Hoe vindt u dat nou zelf?
Het is warm, het is hier even te heel een beetje rondrijden. Ik ga eens even informeren of u in bezit bent van een rijbewijs. Ja. Ja, momentje. Er was ons nog iets opgevallen, nicht. Ja. Dat was uw knipperlicht. Ja. Ja, u gaat bij de McDonald's. Ja. Dan gaat u rechtsaf, heeft u knipperlicht aan staan en er staat hier nog steeds naar rechts aan. Terwijl we toch een aantal keren linksaf zijn gegaan. Ja, oké. Dat is een blokje. 47. We hebben hier een gezicht en hij controleert gewoon uit dat het midden ontvangt. Dus dat is geen B van Bravo. Oké, okay, en geen Alpha. Echt B. Nou, dat is niet zo mooi voor hem. Dankjewel. U heeft geen motorrijbewijs meer, is het zo? U heeft geen motorrijbewijs. Omdat je geen motorrijbewijs hebt, je hebt alleen maar een B-rijbewijs voor een auto en niet voor een motor. Wat heb je een rijbewijs gehad in België? Ja, ik heb een rijbewijs gehad in België. Nee, u heeft hem gehaald. Ja. Nee, dat kan niet, want u heeft Nederland, bent in bezit van een Nederlands rijbewijs. Oké, dat is dus. Oké. Volgens onze gegevens heeft u hem niet, dus u krijgt een bekeuring hoor. En als u het daar niet mee eens bent, dan zult u daar zijn op tijd bij de officier van justitie ten rade moeten. Zal ik een klacht om doen? Ja hoor, dat is geen enkel probleem. Wat kan ik dan doen toch ook? Verdraaien zonder rijbewijs. Oh. U bent hoofdverbaasd? Ja. Dat wel. Ik vind mij alweer een boete geven voor, wat is het, van de mogen rijden? Of is dat daar geen boete voor? Er bestaat geen boete voor. Ja. Er bestaat geen boete voor. Precies, ja. Nou. Je hoeft geen verklaring af te leggen, mijn hand moet geven. Waarom ik uit zonder het motorrijbewijs? Ja, ik heb het niet. Geen verklaring. Straf. Ik kan het morgen komen laten zien wat ze doen. Wat wilt u morgen komen laten zien? Nee, nee. Of een ander keer, of klappen. Ja, wat u wil. Als u zegt van ik kom het morgen laten zien, u bent welkom. Ja, dank u wel. Mag straks ook even uw naam zeggen? Ja, mezelf, of ja, natuurlijk. Mag u. Keuring. Het rijden zonder rijbewijs met de motorfiets. Ik kan geen boetebedrag invullen, de officier van justitie bepaalt de hoogte van het boetebedrag. Die krijgt van mij mee. Ja, dus u weet het niet. Ik heb geen idee hoe hoog de boetebedrag. Ik krijg thuis gestuurd. Ik krijg die thuis gestuurd. Oké. Hoe gaat die thuis komen? Met de auto voor de deur. Oké. Ja. Nieuwe zelf rijden? Ja, ik zat hier in de vraag. Okay. Vragen? Ik sta er klaar. Het is praktisch onmogelijk dat deze man zowel over een Belgisch als een Nederlands rijbewijs beschikt. En de officier van justitie zal verder over de zaak beslissen. Koos, de motorrijder die we net zagen zat lekker met een spijkerbroek en een t-shirt op die motor. Nou kan ik me voorstellen dat het wel lekker fris is, maar verre van veilig. Ja, dat is het zeker. Als je een aanrijding maakt of je komt in een onzachte aanraking met het asfalt. En je komt uiteindelijk in het brandwondencentrum terecht en ze zijn een week lang bezig om met een pincet de vezels van je spijkerbroek uit je brandwonden te halen. Dan doe je het de volgende keer echt anders. Dat bleek deze man helemaal geen motorrijbewijs te hebben. Hij zei dat hij Belgisch een motorrijbewijs had gehaald en een Nederlands een autorijbewijs. Is dat in theorie nou mogelijk of is het gewoon lulkoek? Ik denk dat het in theorie mogelijk is dat je in België gewoon je motorrijbewijs haalt. En als je dan weer in Nederland gaat wonen en je gaat dan je autorijbewijs halen, dan kan je het rijbewijs ook wel krijgen. Maar volgens mij moet je dan je Belgische rijbewijs inleveren. En dan komt die motorfiets ook op je Nederlandse rijbewijs te staan. Nou, dat zou gebeurd kunnen zijn. Als hij inderdaad twee rijbewijzen heeft en zou het laten zien, dan denk ik dat we nog juridisch een nog wat uit te zoeken hadden. Even terug naar de motorkleding. Waar moet je bij aanschaf op letten? Nou, waar je in ieder geval op moet letten is dat die kleding een goede bescherming biedt. En het beste is toch een leren pak. En dat leer moet 1,2 mm dik zijn. En de naden moeten dubbel gestikt zijn, zodat je bij een val niet direct de zaak overscheurt. En je schoenen? Ja, schoenen is ook belangrijk. Deze knaap had sportschoenen aan, dat is niet zo slim. Ik denk dat het beste is om of laarzen te nemen of half hoge schoenen. Zodat je enkels goed beschermd zijn. Dat is ook, als je een aanrijding krijgt, heb je dan minder kans op botbreuken. Je hebt zelfs schoenen met stalen neuzen, maar of dat nou weer zo slim is, want ik kan me voorstellen dat je onder bepaalde omstandigheden, als je echt raar valt, dat een wezen die stalen neuzen een paar teentjes af kan hangen. Dat lijkt me ook niet helemaal lekker. Het is niet toevallig dat mijn boek altijd gekleed wordt zoals dat loopt. Zo maar met die felle pakken en roze hemden enzovoort. Je moet er een keer op letten. Als je lang naar Mark Koeken kijkt, dan krijg je de schele hoofdpijn. En dan moeten ze in pillen komen, hè.
Geert Hosten neemt geen blad voor de mond. Morgen. Basic Fit heeft een ongeziene promotie. Word nu lid en spot gratis op de zomer. Wat? Spoel eens terug. Ja, staat er echt? Spot gratis op de zomer. Dat is tot eind juni. Daarna betaal je zoals altijd slechts 19,99 per maand. Maar haast je, want morgen is de laatste dag. Stoppen met roken is moeilijk. Eentje bij de koffie. Of niet? Weer al vullen. Eentje tegen de stress.